Waar moet ik op letten bij het installeren van een zijkanaalventilator? En hoe moet ik een zijkanaalventilator beveiligen voor een betrouwbaar bedrijf? Nou, dat ga ik u uitleggen in deze instructievideo over zijkanaalventilatoren die op een vast toerental worden ingezet. U heeft een toepassing waar druk of vacuüm voor nodig zijn. En daarnaast hebben zijkanaalventilatoren bepaalde eigenschappen. Nou, om tot een betrouwbare installatie te komen, moeten we rekening houden met zowel de elektrische als de mechanische eigenschappen. En kijken we dan naar de blower, dan zijn de stator, de waaier, de lagers en de dichtingen onderdelen waar veiligheden op gericht zijn. Laten we beginnen met het elektrische gedeelte. Driefasemotoren moeten we minimaal beveiligen tegen kortsluitstromen, overbelasting en asymmetrie. De meest eenvoudige oplossing om al deze drie in één keer te pakken is met een goede motorbeveiligingsschakelaar zoals deze MS116 van ABB. In het lijnschema is de motorbeveiligingsschakelaar hier ingetekend. Deze is overigens ook prima geschikt voor éénfasemotoren. Een schakeling waarbij de motor direct aan het net geschakeld wordt, noemen we een direct online schakeling. De motorbeveiligingsschakelaar kan gebruikt worden om de blower in en uit te schakelen. Maar meestal wordt hiervoor de magneetschakelaar gebruikt. Dit is een prima oplossing voor een continu bedrijf wanneer de netcondities de hoge startstromen toelaten. De direct online schakeling is niet geschikt voor toepassingen waar vaker dan 3 keer per uur in en uit geschakeld wordt. Het gevolg van hoge startstromen zijn naast de belasting voor het net opwarming van de rotor. Een middel om dit te beperken zijn soft starters. Deze zijn vaak ook uitgerust met diverse beveiligingsopties, waardoor een voorbeveiliging met smeltverzekeringen volstaat. Dit zien we ook in de schakeling met een frequentieregelaar. Het EMC-netfilter is hier ook ingetekend. En voor de meeste Europese netaansluitingen is deze verplicht. Maar gelukkig zit het EMC-netfilter in de meeste frequentieregelaars ingebouwd en hebben we geen extra installatiewerk. Nou, nu kan je je afvragen, waarom zou ik extra investeren in frequentieregelaars terwijl ik bij een vast toerental draai? En om te beginnen is de blowercapaciteit precies aan de behoefte in te stellen, waarmee ook het energieverbruik wordt geoptimaliseerd. En Duterre databladen laten ook mooi zien hoe aanzienlijk meer capaciteit gehaald kan worden uit de zijkanaalblower bij frequenties hoger dan 50 Hz. Nou, en tenslotte zult u een frequentieregelaar moeten toepassen wanneer er vaker dan 3 maal per uur wordt ingeschakeld. Nou, kijken we nogmaals naar de minimaal benodigde beveiligingen, dan zien we dat de beveiliging tegen asymmetrie of faseuitval vaak wordt vergeten. Hier zien we een voorbeeld van hoe de laagspanningsverdelers worden gekoppeld. En als één smeltveiligheid tript, dan zien we dat de spanning in de motor wegvalt in één fase. Als deze motorbeveiligingsschakelaar fase uitval dekt, dan tript deze ook en wordt een dure motorstoring vermeden. In het direct online circuit pak je de asymmetrie met de motorbeveiliging. Een softstarter kan asymmetrie bewaken, maar dat is afhankelijk van het type. Zo niet, gebruik dan een geschikte motorbeveiligingsschakelaar. Frequentieregelaars bewaken meestal de asymmetrie en hier zijn smeltveiligheden dan de voorbeveiliging. Ten slotte moet de thermische beveiliging afgesteld worden op de nominale motorstroom. Om zeker te zijn van de juiste afstelling, kalibreren we dit. Nu de mechanische voorzieningen. We gaan hier naar het procesdiagram van een drukopstelling kijken. Voor vacuüm is dit min of meer hetzelfde, alleen de accessoires zijn net even anders. De vorige keer heb ik er een doorgezaagd. Het laat ook mooi zien hoe klein de ruimte is tussen de waaier en het pomphuis. Het filter beschermt de zijkanaalblower tegen aangezogen deeltjes. En afhankelijk van het type filter zorgt het ook voor schone proceslucht.
En ja, voor aanzuigfilters pakken wij meestal een type met geïntegreerde geluidsdemper. Zijkanaalblowers worden overbelast wanneer de systeemweerstand toeneemt en de druk boven het maximum uitkomt. Nou, als deze situatie zich kan voordoen, ja, denk bij een afsluiter die dicht wordt gezet. Nou, dan plaatsen wij bij de drukopstelling het veiligheidsventiel. En dat is in het uitblaasleidingwerk van het systeem. Nou, hoe het ventiel correct wordt afgesteld, dat laat ik zo zien. Als het ventiel regelmatig aanspreekt, kan het raadzaam zijn om een leidingdemper te installeren. Een andere effectieve manier om het geluid te beperken, dat zijn trillingdempers. Hiermee kan het contactgeluid worden geminimaliseerd. Met een druktransmitter of manometer meet je de systeemdruk. En bij een opstelling waarbij meerdere blowers parallel staan, is een terugslagklep nodig. Ook bij toepassingen zoals beluchting kan een terugslagklep wenselijk zijn. In bepaalde gevallen waar leidingwerk erg stijf is, moeten compensatoren geïnstalleerd worden. Dit zien we eigenlijk vooral bij gasboosters of wanneer men het geluid van het leidingwerk wil ontkoppelen. Kijken we naar de akoestische maatregelen waarmee we de geluidsdruk kunnen beperken, dan hebben we hier de leidingdemper, de trillingsdemper, de compensator en de akoestische omkasting. Zijkanaalventilatoren zijn erg onderhoudsarm, maar filterpatronen moeten wel vervangen worden. De standtijd is erg afhankelijk van de condities. En controle en vervangen zal vastgelegd moeten worden in de procedure ter plaatse. Drukverlies over de filter is ook energieverlies. En schone filters zorgen dus voor een lager energieverbruik. De filterconditie kan gemeten worden door middel van het drukverlies over het filter. En bij de aanzuigfilter in de drukopstelling kan dit met een enkelvoudige drukmeter, zoals hier weergegeven. Bij een vacuümfilter zou je een verschildrukmeting moeten doen. En in alle gevallen geldt dat er filtertechnisch een maximumverschildruk van 60 millibar aangehouden moet worden. We gaan nu op de testbank de druk instellen. Daarvoor gebruiken we een kogelkraan in de uitblaasleiding van de blower. Hier hebben we de opstelling in het procesdiagram. En als we de opstelling nalopen, dan hebben we hier het aanzuigfilter met demper, de inlaatdrukmeting, de uitlaatdrukmeting, het drukventiel, de kogelkraan en natuurlijk de zijkanaalblower. Nu in de praktijk. Als we alles nalopen, dan hebben we hier het aanzuigfilter met dempers, de inlaatdrukmeting, de uitlaatdrukmeting, het drukventiel, de kogelkraan en natuurlijk de zijkanaalblower. Een veiligheidsventiel helpt niet alleen de motorstroom te begrenzen. Het beschermen tegen een te hoge druk voorkomt ook thermische overbelasting. De maximale druk van de zijkanaalblower staat op het type plaatje. Voor het bepalen van de insteldruk van het veiligheidsventiel houden we ook rekening met drukverliezen aan de inlaat. Ik heb hier een ruime bocht genomen om het drukverlies te beperken. Met een knie heb je bij de hoge luchtsnelheden van zijkanaalventilatoren al snel 10 millibar drukverlies. Stel dat de maximumdruk 200 millibar is en we vervangen het patroon van de afzuigfilter bij 30 millibar, dan stellen we de druk op 170 millibar in. Afhankelijk van de capaciteit en druk hebben we verschillende veiligheidsventielen. Daarnaast zijn de vacuümventielen net iets anders uitgevoerd, zoals dit model met een metaalgaas vacuümfilter. Bij een vacuümventiel moet er dus ten alle tijde voorkomen worden dat er deeltjes aangezogen kunnen worden via het ventiel. Want die komen natuurlijk in de blower terecht. Dit is een 1,5 duims exemplaar van kunststof die goed instelbaar is bij blowers met 1,5 en 2 duims aansluitdiameters.
Ja, deze gaan we nu instellen. Nou, eerst kijken of hij direct uit de verpakking niet heel strak zit. Nou, als startsituatie moet het ventiel met de hand redelijk makkelijk ingedrukt kunnen worden. Ja, zo is het goed. Nou, nu draaien we hem erin en dan gaan we eens kijken waar we op uitkomen. Ik start de blower nu op. We meten hier veel meer dan noodzakelijk voor het instellen van het veiligheidsventiel. Daar hebben we alleen de uitlaatdrukmeting voor nodig. Toch is de onderdruk ook interessant, omdat deze bijdraagt aan de totale druk over de blower. Als de systeemweerstand minimaal is, in dit geval de kogelkraan open, dan hebben we het hoogste debiet. Het laat meteen zien dat er ook met een schoon filter onderdruk aanwezig is in het aanzuigtraject. Nu ik de kogelkraan dicht ga zetten, kunnen we mooi zien dat bij toenemende druk de roze lijn in de grafiek ook het opgenomen vermogen toeneemt. Dat is de blauwe lijn in de grafiek. En daarbij neemt het debiet wat af. Het laat de lichtblauwe lijn in de grafiek zien. We komen nu uit op 129 millibar. Ik zet de zijkanaalblower nu uit om het veiligheidsventiel bij te stellen naar 170 millibar. Om de maximumdruk te verlagen moet de veer losser en om hem te verhogen moet hij wat strakker. In dit geval is de druk te laag, dus ik ga hem nog wat strakker zetten. Ik kom nu uit op 172 millibar, dus nog een klein stukje losser. Zo vind ik hem mooi op 170 millibar ingesteld staan. De onderdruk aan de inlaat blijft hierbij onder de 10 millibar. Dus weinig verlies. Ook blijft de opgenomen stroom ruim onder de nominale stroom van deze zijkanaalblower. Dan moet de veerinstelling nog geborgd worden met de borgmoer. Na het borgen nog één keer controleren of de druk goed is. De ingestelde druk is nog steeds oké. Let er ook bij het instellen op dat er maximaal 3 maal per uur wordt ingeschakeld, tenzij u een frequentieregelaar gebruikt. We hebben het veiligheidsventiel nu afgesteld voor een bepaalde blowercapaciteit. En dit betekent dat wanneer u op een andere frequentie zou gaan draaien, of de klep voor een blower met een andere capaciteit gaat gebruiken, het veiligheidsventiel opnieuw ingesteld moet worden. Nou, we hebben hier de belangrijkste elektrische en mechanische onderdelen voor een zijkanaalventilator besproken. En om tot een afgeronde installatie te komen, ja, moeten we natuurlijk de plaatselijke richtlijnen en normen volgen. Nou, mocht u naar aanleiding van deze video nog vragen hebben, dan verwijs ik u naar de contactmogelijkheden op onze website. Tot de volgende keer!